Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Vergeet ook de notificatiebel niet, zodat je geen enkele video meer mist van mij. Nou, ik heb vandaag weer een heel bijzonder mens bij mij in de studio zitten. Haar naam is Raya Katin. En we gaan het vandaag hebben over adoptie en kinderhandel. Raya is zelf getuige van hoe het allemaal is gegaan en zelf geadopteerd. Nou, Raya, vertel. Waar is het begin? Waar is het begonnen? Nou, het begon natuurlijk op de dag dat ik... Wat ik weet is eigenlijk dat ik eigenlijk niet anders weet dat ik geadopteerd ben door witte mensen. Mm-hmm. En dat allemaal heel goed en voor een goed doel is en zo. En allemaal goed. Maar alles voor mijn adoptie weet ik niet. Mm-hmm. En op latere leeftijd kom je erachter dat... Dat toch eigenlijk heel veel dingen niet in orde zijn. Ja. En ben ik toch heel anders naar adoptie gaan kijken. Ja, mm-hmm. Is een beetje lastig. Ja, ja. Geadopteerd zijn. Ja. En hoe oud was je toen je geadopteerd werd? Ik werd als baby verkocht. Oké. Okay. Ja. En hoe zit dat precies met de adopties? Je wordt als baby verkocht en... Hoe oud was je dan? Een jaar of net ervoor? Of paar in mijn geval beweerden ze dat ik wel 9 maanden oud was. Maar de gegevens wijzen uit dat ik eigenlijk een stuk jonger was. Mm-hmm. Maar vanwege de toestemming om te mogen vliegen hebben ze me zeg maar op papier ouder al gemaakt. Dus dat is al fraude dingetje 1. Ja, jeetje, wat erg. Dus we horen dus dat er heel veel gefraudeerd wordt in die wereld. Om kinderen vanuit het buitenland dus hier in Europa of waar dan ook ter wereld te krijgen. Hoe is dat gegaan toen je geadopteerd werd? Hè? Hoe waren je ouders? Nou, ik was daar eerlijk gezegd niet zo bij. Ik weet alleen dat de regering een aantal eisen heeft gesteld aan ouders. En als je daar binnen voldeed, dan mocht je gewoon een kindje kopen en... Dat hebben mijn ouders ook gedaan en natuurlijk met de beste intenties en met alle liefst van de wereld. Dus zo gaat een adoptie. Je komt 2 jaar bij een Nederlandse familie en na 2 jaar wordt er gezegd van nou, de biologische ouder is niet zijn kind komen claimen. Dus we kunnen vanaf dit moment vaststellen dat dit kind geen ouders heeft. Dus kunnen we het kind, kon ik dus 2 jaar later geadopteerd worden. En zo pas toen kreeg ik mijn officiële Nederlandse achternaam, die ik later op mijn 20e weer heb teruggezet naar de naam waarmee ik volgens hun in Nederland ben gekomen. Oké, okay. Interessant. Als je dus een kind adopteert, dan moeten ze nog 2 jaar wachten voordat je een officieel Nederlands bent ofzo? Je wordt eigenlijk 2 jaar lang verzorgd door pleegouders. En als de ouders dan niet komen vragen om het kind bij de Hoge Raad, dan kan het kind gezien worden als zijnde verweest. En dan kan de adoptieprocedure verder worden afgemaakt. Eigenlijk nu ook in de pleegzorg zo. Kinderen worden eerst 2 jaar in de pleegzorg gezet. Mm-hmm. En dan na 2 jaar worden de kinderen eventueel dan wel in instellingen gezet of eventueel geadopteerd. Oké, okay. Dus je was eigenlijk de eerste 2 jaar van je leven was je eerst bij pleegouders? Ja. En niet bij de adoptieouders? Nee, dat is hetzelfde. Oh, oké, okay. Dus de pleegouders werden adoptieouders? Juist. Ah, oké. En hoe ging dat verder in zijn verloop? Want je groeide op en vanaf hoe oud was je toen je erachter kwam dat je geadopteerd ik ben wit en mijn ouders zijn, mijn ouders zijn wit en ik ben natuurlijk even een kleurtje. Ja. Dus dat was al vrij duidelijk waar kom ik vandaan? Jij komt uit het vliegtuig. Nou oké, duidelijk vooral. Ja. En pas met mijn 12e, toen mocht ik voor het eerst mijn adoptiepapieren doorlezen. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht van, dat ik las van, oh ik heb dus blijkbaar nog 2 zussen en... En toen ging ik nog eigenlijk helemaal met dat verhaal mee. Hè? Mm-hmm. Van, oh nou, mijn ouders zijn dood. En nou ja, ik heb dus blijkbaar 2 oudere zussen. Mm-hmm. En daar werd heel verdacht over gedaan. Maar die achteraf blijkt dat die dus ook gewoon geadopteerd zijn. Mm-hmm. Ook gestolen. En 2 jaar geleden kwam er een hele beruchte lijst naar buiten. Van dokter Preger uit Cambridge. Mm-hmm. Die was in Bangladesh. En die heeft heel veel moeders van wie die kinderen zijn gestolen
genoteerd. Mm-hmm. En die lijst is gepubliceerd. En ja, dan sta je heel raar te kijken als dan de naam van jouw vermeende biologische moeder daarbij staat. Mm-hmm. En dan ga je toch nadenken van, oh, dus is mijn moeder nou wel of niet dood? Ben ik nou vrijwillig afgestaan of niet? Mm-hmm. Dus ongeacht hoe het hier in Nederland qua adoptie is gegaan en of ik hier wel of niet een goede jeugd heb gehad. Ja, op dat moment telt dat allemaal niet meer. En denk je alleen maar van, oh, ik ben dus gestolen. En eigenlijk, ja, meer conclusie ben ik eigenlijk niet meer gekomen. Ja, ja, ik snap het. En krijg je wel te horen dan hoe je officieel heette? Of dat heel verzinnen ze een naam en je weet eigenlijk helemaal niet meer waar je vandaan komt? In die tijd was spreken en schrijven niet helemaal hetzelfde. Dus ik heb begrepen, in mijn papieren staat bijvoorbeeld, op het ene moment staat er katoen met dubbel O. Mm-hmm. Op een ander moment staat er katoen met een U. Okay. En in het paspoort waarmee ik naar Nederland ben gekomen, daar staat met hand geschreven een U. Maar als je dat op zijn, ja, als je dat een beetje verkeert, dan lees je een IE. Mm-hmm. En zo kreeg ik dus IE. Oké. In mijn naam. Ja, dus je kan. Dus ik heb niet eens mijn eigen naam, maar ik wilde ook niet meer de naam van mijn adoptieouders. Want ik vind dat toch een vorm van, ja, soort eigendomsrecht of zo. En mm-hmm. ik ben niemand zijn eigendom. Ik ben iemand zijn kind en niet die van hun. Ja. Ja, ik snap het. Ja. Vanuit dat gevoel heb ik op mijn 20ste mijn achternaam laten wijzigen. Ja. En ben ik verder gaan zoeken en ben tegen deuren aangeklapt. En werd me eigenlijk aangeraden om de zoektocht te stoppen. Mm-hmm. En 3,5 jaar geleden was in Zembla een aflevering over Bangladesh ook. En toen heb ik al mijn resultaten samengevoegd met de andere mensen daar al. En dan kwamen we eigenlijk tot dezelfde conclusies. En er zijn in Bangladesh inmiddels levende ouders teruggevonden. Mm-hmm. Dus de papieren over dat mijn moeder dood zou zijn, dat klopt dus niet. Want mijn moeder heeft mij opgegeven als vermist in de pregenlijst. Okay. Dus ook ik ben geen weeskind. En zo kom je eigenlijk steeds meer leugentjes tegen. Mm-hmm. Dat je zegt, van, nou, dat doe je toch eigenlijk niet. Waarom? Mm-hmm. Er zijn zoveel kinderen die echt problemen hebben en die echt zonder ouders zitten. Dus waarom zou je kindjes jatten dan? Ja. Waarom moet je dan van levende ouders? Ja. Dat is lastig. Ja, dus jij komt eigenlijk uit Bangladesh, hè? Ja, daar hebben ze je gestolen. Ja. Ja. Dus ja, we horen dat steeds vaker. Dat er heel veel gesjoemeld wordt natuurlijk in de adoptiewereld. En veel kinderhandel eigenlijk plaatsvindt. Echte kinderhandel. Ja, echte kinderhandel. En ook bij de jeugdzorg, wat we heel veel horen. En dat er gesjoemeld wordt dus met papieren. Hoe is dat gegaan? Want hoe was jouw adoptieperiode in je jeugd? Waren ze ook goed voor je, met goede intenties? Of, want daar hoor je ook heel wisselende verhalen van natuurlijk. Hè? Je hebt veel ouders die natuurlijk vanuit dat ze misschien zelf geen kinderen konden krijgen of juist graag een warm huis willen bieden aan kinderen die dat niet hebben. En dan ga je natuurlijk met goede intenties proberen, hè? Een kindje te helpen. Of omdat je zelf graag misschien een onvervulde kinderwens hebt. Ja, hoe gaat dat allemaal? Want ja, het lijkt me toch dat je wel gescreend moet worden in het een en ander. Ja, wij werden verkocht als probleemkinderen. Kinderen uit Bangladesh die geadopteerd werden, die zouden probleemkinderen worden. Dus de ouders die probleemkinderen mochten adopteren, moesten streng en ferm en veel liefde en vooral heel consequent zijn. Oh, oké, wat apart. En met die instelling kreeg mijn moeder daar een beetje andere ideeën bij. Dus dat werd helaas een beetje met losse handjes en heel veel vooral klein houden. Je bent te klein. Niet je hoofd boven het maaiveld uit. Als ik met de 10 thuis kwam, dan was het niet hoog genoeg of het was niet goed genoeg. Ja, dus werd eigenlijk constant. Ik persoonlijk heb dat niet zo netjes ervaren. Nee, ik snap het. Ja, dat is wel een beetje gedrild. Maar dat is wel een interessant stukje. Dus eigenlijk de kinderen die dus uit bepaalde landen komen, die krijgen dan ook nog eens voorschriften vanuit de overheid hoe ze dus met die kinderen om moeten gaan. Ja. Dat is toch helemaal te bizar voor woorden? Ja. Jezus, Mina zegt. Dus, ja. Poeh. En dan hoor je ook natuurlijk heel veel. Er wordt natuurlijk heel veel in gehandeld. Het is natuurlijk al niet niks als je een kind wil adopteren. De kosten zijn gigantisch hoog. Volgens mij tegenwoordig is het tussen de 10.000 en 20.000 euro. Afhankelijk van welk land je ook nog je kind
vandaan wilt kopen. Dat is ook nog veel verschrikkelijk hoe je dat meer moet, van de moeite van vrouwen. Als we veel moeten frauderen, dan kost het kindje vast wat duurder dan wanneer het legaal had gekund, denk ik zomaar. My god, ja. Het is echt zo heftig. Ja. Dat is wel mijn eindconclusie eigenlijk al. Ik zie geen andere. Het is heel simpel, ze scheiden moeder en kind, of ze scheiden het kind van de moeder. Mm-hmm. De moeder, het kind wordt een tijdje ondergebracht zogenaamd bij een zorgmoeder, of een pleegmoeder, of een surrogaatmoeder. En dan vervolgens zegt zo'n moeder, die krijgt er geld voor. En dan na een periode, dan zegt zo'n moedertje, er is niemand voor mijn deur geweest en niemand komt zo'n kindje ophalen. En dan doet zo'n vrouw dan weer afstand van zo'n kindje. En die gaat dan in de instelling, hè, net Nederlandse jeugdzorg een beetje. Mm-hmm. En op dat moment... worden de ouders buitenspel gezet en is het kindje niet meer van de ouders en heeft eigenlijk helemaal niks meer over te zeggen. Wordt gewoon besloten voor je. Het is toch te zot voor woorden, dit moet gewoon stoppen. Hoe zouden we zoiets kunnen stoppen? Wat denk je daarvan? Wat is je plan, wat we hiermee kunnen doen om... om dit te stoppen wat hier allemaal gaande is. Want er wordt natuurlijk gigantisch gefraudeerd. Dan heb je natuurlijk wel eens dat mensen de vraag stellen. Ja, maar er zijn natuurlijk ook kinderen die misschien echt geen huis hebben. Of echt geen mogelijkheid hebben. Of geen familie hebben. Of iets waar ze naartoe kunnen. Hoe kun je daar goed voor zijn dan? Nou, ik ben er wel heel lang over na gaan denken. Want ja, hè, ik vind ook, je kan verweesde kindjes natuurlijk niet aan een lot overlaten. Dat vind ik ook. Maar ik vind ook dat kindjes een bepaalde gehechtheid hebben met hun gebied en de omgeving en hun netwerk. En dat je dus als je een kindje wil helpen, op wat voor manier dan ook, dat je eigenlijk naar het land toe gaat. En daar ter plekke gaat kijken wat je kunt doen. Als je kind kleding nodig hebt, kun je kleding kopen. Als je kind studie nodig hebt, kan je een opleiding kopen. Je kan op die manier zoveel meer bijdragen om dat te doen. Alleen ja, de marketing in Nederland op het willen hebben van kindjes... is zodanig goed gemaakt dat het echt onder liefdadigheid valt. En dat men van mening is dat als je een kindje maar van ver weg haalt, dat het altijd goed komt en het is gewoon bewezen. Zelfs het in de Heilige Geschriften aan toe, dat scheiden van moeder en kind gewoon echt de grootste schennis is. Misdaad. Ja. Misdaad die je een kind kan aandoen. Dat leidt gewoon tot zelfmoord, moord, genocide, hoe je het wil noemen. Ja. Zo'n kind die... is de identiteit kwijt en die gaat hij niet terugvinden. En die verliest hij meestal voor zijn 18e. En menig, een hoog percentage weet ik helaas, toevallig van mensen, van kinderen die in hun jeugdjaren gescheiden zijn. Mm-hmm. Ja, die zijn, heel veel zijn er al niet meer. En zij die hebben overleefd, die zijn of hebben het nu heel zwaar. En enkele zoals ik die denken, ach, we doen het gewoon. Ja. We gaan gewoon door. Ja. En we vechten, want... Ja. Ja. Iemand moet het doen, want alle anderen kunnen het niet meer. Ja. Gelukkig zijn er ook nog uitzonderingen die het wel heel erg fijn hebben gehad natuurlijk. Ja, maar daar hoor ik ben heel blij dat er gelukkig heel veel adoptieouders zijn die echt met de beste bedoelingen en hun kinderen ook op dit moment echt met alles zo fantastisch bijstaan, ook met zoektochten. Dus, en die steunen dit hele verhaal wel en die voelen zich daar totaal niet door geïntimideerd of vernederd. Of dat ze bang zijn dat hun kind niet meer van ze zou houden als hun eigen kinderen terugkomen. Want dat zijn een beetje de angsten natuurlijk. Ja. Maar er zijn echt genoeg adoptieouders waarvan ik echt zeg, wauw, weet je. Ik heb het gewoon toevallig iets minder getroffen met ouders die zichzelf heel erg beter vinden voelen dan mijn ouders. Want mijn ouders zijn maar arm, mijn ouders zijn maar dit, mijn ouders zijn maar dat. Ja, die hebben niet zo aardig over mijn biologische ouders gedaan. Door zichzelf beter te voelen waarschijnlijk. Nou ja, als dat jouw manier is om jezelf beter te moeten voelen. Ja, het is niet mijn manier en ik ben er helaas dupe van. Maar ik ben nu 18 jaar en ouder, dus tot zover en niet verder. Ja, goed van je hoor. Sterke vrouw ben je, echt waar. Ja, je bent absoluut een sterke vrouw. Wat je allemaal hebt doorgemaakt, wat je hebt doorstaan, dat is niet te geloven. Echt. Ja, ik zie dat nooit. Ja, echt, dat ben je wel hoor. Echt een topper. Ja, en in die tijd, hè, dat is natuurlijk best wel een tijdje geleden volgens mij, hè, dat je natuurlijk geadopteerd bent. In die tijd was het iets van 8000 euro of zo? 1979, ja, zoiets. 1979, ja. En ik ben een van de laatste groepen, want het land Bangladesh had al door dat ze kinderen geroofd werden en die heeft niet voor niets zijn grenzen dichtgezet. Okay. Zo van... tot hier en niet verder. Er waren al behoorlijke aantijgingen gedaan. En
beschuldigingen. En ja, we weten dat 1/3 van de vermiste kindjes, gestolen kindjes, belandt als organen. 1/3 belandt in de seksindustrie. En dat is de industrie waar we het ook niet zo eens mee zijn, lijkt me. En ja, om al die industrieën te dekken, is dus het begrip adoptie. En kunnen ze zogenaamd, nee hoor, kijk, het gaat goed met onze kindjes. Kijk, ze gaan goed, ze hebben goede gezinnen, er wordt goed voor gezorgd. Maar dat zei het land van Bangladesh ook. Ja, maar wij kunnen ook voor onze eigen kinderen zorgen. Ja. Daar hebben wij geen Nederlandse ouders voor nodig. Oh, wat goed. En er zijn inmiddels, geloof ik, 5 adoptielanden waaruit geroofd is. Die onze kinderen hebben, die de grens hebben dichtgezet. En welke landen zijn dat? Ethiopië is de laatste geweest. Dat is, geloof ik, 2 jaar terug. Mm-hmm. Toen er weer een zaak kwam. Een meisje van 14 jaar, geadopteerd uit Ethiopië. Wist haar moeder te overtuigen dat haar ouders gewoon nog leefden. En die moeder is met haar gaan helpen zoeken. Oh, wat goed. En ze hebben die levende ouders ook echt teruggevonden. En niet alleen 1, maar ook allebei. Want er werd gezegd dat de vader al dood zou zijn. Maar die leefde ook nog. Ja, je staat gewoon echt met je oren te klapperen. Maar ook de ouders uit Nederland. Dat ik denk, je gaat naar, ze moeten tegenwoordig helemaal naar het land van herkomst om een kindje op te halen. Mm-hmm. Wat is het voor moeite om die ouders op te zoeken om te kijken of ze überhaupt inderdaad akkoord zijn. Ja, want er wordt gezegd, ja, maar het kindje, de ouders, ja, die ouders zijn psychisch gek en alcoholist en trigs en zwaar dit, zwaar dat. Dus zo'n kindje wordt eigenlijk al op voorhand van levende ouders verkocht op grond van allerlei leugens. En die kinderen die gaan jaren later terug en die ontdekken dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand was. En die ontdekken hele gezinnen terug. En ik heb een meisje uit Brazilië die heeft alles teruggevonden. En ja, er was wel wat, waren vast wel wat dingen in het gezin. Maar ook de kinderen, de broers, die het er niet mee eens waren. Ze hebben de jongste daar weggehaald. En zij is dus naar Nederland verkocht. En ze zijn nog een zusje kwijt. Maar die familie is echt blijven zoeken. En het is echt heel fijn dat meisje ook op zoek is gegaan. Ja. En ze heeft de moeder weten terug te vinden. Maar ja, die was inderdaad ook kapot van verdriet. Je ziet ook wat het met de moeders doet eigenlijk als je die kinderen daar weghaalt. Ja. Ja, het is gewoon echt afgrijzelijk. En ik merk het nu ook, want mijn kinderen zijn weggehaald. Ik mag al 2,5 jaar geen moeder zijn van mijn dochter van 9. Omdat ik mogelijk potentieel, omdat ik geadopteerd ben, medewerkers in elkaar sla. En mijn kinderen ernstig zou kunnen gaan mishandelen. En ik heb mijn oudste dochter nu al 2,5 jaar niet meer mogen knuffelen. En de gezagsbeëindiging is ook al zo bijna zo goed als rond. Dus eigenlijk word ik op precies dezelfde manier als ik gestolen ben, wordt mijn kind van me afgepakt. Mijn oudste dochter zit nu zogenaamd in een pleeggezin. Langer dan 2 jaar. En dus maar de gezagsbeëindiging. Vreselijk, meis. Dus ik zie eigenlijk het bij mij, bij mijn geboorte, kan ik zeggen, dat is gebeurd. Ik ben op mijn 12e uit huis gehaald door de jeugdzorg, omdat ik zogenaamd adoptieproblematisch zou zijn. En dat mijn ouders zeiden, oh, dat hebben we ook inderdaad geen zin in, nou neem maar mee. Dus zo kwam ik al op mijn 12e in het systeem van de jeugdzorg terecht, waarbij ik ook niet meer terug kon. En het enige wat ik wilde was terug naar huis, terug naar de familie, terug naar mijn vrienden, terug naar mijn school. Veiligheid, ja, ja. Jezus, wat erg. Dus ja. En toen, jeetje, en, maar hoe is dat zo ineens gebeurd? Hebben hun jou aangegeven, jouw adoptieouders, bij de jeugdzorg? Of is jeugdzorg gewoon... Nee, dit is een heel lullig incident. Wat was nou gebeurd? Het is echt het meest lullige wat je kan denken. Mm-hmm. Mijn zus, mm-hmm, waar ik geen contact meer mee heb, mm-hmm, die was zo stom om een keer zo'n kralenketting te jatten in de V&D of zo. Mm-hmm. Met een vriendinnetje. Mm-hmm. Dus ja, dan komt er natuurlijk meteen politie bij en jeugdzorg. En zodoende kwam er een balletje te rollen. Mijn zus is uit huis geplaatst en ik ben... Door dat incident? Ja, maar dat wilde zij zelf ook, hè, pas op. Want mijn zus was juist aan het ageren. Die wilde juist uit huis en vond zichzelf volwassen. En oh, weet ik veel. Wat erg. Die had er al diploma's al op de 15e binnen. En die werkte gewoon al fulltime, maar mocht niet op zichzelf. Dus dat is voor haar natuurlijk. Dus die ging op een andere manier ageren. En toen dacht ze, stelen, dit. Oh, er wonen nog meer kindjes. Oh, nou weet je wat, dan observeren we nummer 2 ook maar even. Dus ik werd eerst de observatie, werd ik naar een crisiscentrum gebracht. Nood, waarom nood? Er was toch niks? Terwijl je niks had gedaan. Mijn zus had een ketting gejat. Moet ik daarvoor naar een crisiscentrum toe? Maar observeren en daarna was terugplaatsing niet meer mogelijk of zo. En ik heb het achteraf nooit begrepen. Maar ik ben naar Apeldoorn verhuisd voor een adoptieobservatie. Nou, het enige wat wij deden daar, we wonen daar met 8
niet eens allemaal geadopteerd, maar ik geloof 3 en de rest waren probleemjongeren. Mm-hmm. Wat ik overigens ook geen probleemjongeren vond hoor, gezien hun situatie. Mm-hmm. Maar wij woonden daar, wij hielden de boel schoon en we hadden toevallig wel wat begeleiders. Dat als we echt wat wilden, dan konden we het misschien voor elkaar krijgen. En voor de rest heb ik eigenlijk tot mijn 18 alleen maar ja namen gezegd en geen psychiater, niks gezien. Die heb ik er allemaal bij getrokken zelf toen ik 18 of 19 was. Wat erg! En heb je helemaal geen contact meer met je adoptieouders gehad in die tussentijd? Zijn ze nog wel eens komen kijken of helemaal nee, niet? Nee, ik moest daar elke maand terug, 2 dagjes. Om de 4 weken ging ik daar een weekend heen. En hoe was dat dan? Ja, heftig. Ik kan het gevoel bijna niet beschrijven hoe dat is. Waar wil je daar blijven? Je wil niet weg, nee. Maar je weet dat je moet. En weglopen heeft geen zin. En ruzie maken heeft ook geen zin. Want dan zit je sowieso niet op de... Ja. Maar iedereen zit eigenlijk ongelooflijk in een ruziemakende sfeer. Want niemand wil dat weekend verpesten. Mm. En ja, omdat iedereen zo op zijn tenen loopt, ja, dan klapt het alsnog. Ja, het is gewoon lastig. Ja. Heel lastig. Ja, en je ouders, althans je adoptieouders, die wilden je gewoon daar houden, het liefst. Of wilden ze je wel terug? Ze wilden me niet terug. Vreselijk. Dat je dan ook nog daar het weekend dan moet blijven. Zij vonden mij veilig daar, omdat ik anders in de drugs of in de seksindustrie zou belanden. Dat ik echt zei dat ook. Want ja, mensen uit Bangladesh, dat is mij altijd verteld in mijn jeugdjaar, waar ik heel kwaad om ben. Ja, dat is ja, die mensen uit jouw land zijn allemaal moordenaars en hoeren en dit en dat. Er wordt zo negatief, werd er over onze mensen gepraat. Dat je gaat eigenlijk bijna jezelf haten en bang zijn. En ik ben ook zelf ook wel heel bang geweest. Oh jee. Ja. En zodra ik iets van de... Nou, en ondertussen was ik degene die het meest beschuldigd was daarmee in aanraking geweest te zijn. En dat, ja, dat klopt allemaal niet. Maar jeetje, vreselijk. Het is hun verhaal tegen het mijne. Ja. Oké, okay, en zo'n jeugdinstelling, hè? Hoe zit dat dan? Daar moest je niks doen. Wat deed je daar eigenlijk dan? Nou ja, ik moest naar school en ik kwam weer thuis en je had ofwel of geen corvée en je deed je huiswerk en zo gingen alle dagen voorbij. Maar ik heb daar nog nooit iemand gesproken of wat dan ook. Ik heb dikke stennis gemaakt toen ik daar binnenkwam, ja. Want ik heb VWO niveau, mm-hmm. Ik heb vrij hoge IQ en zo. Mm-hmm. En toen vonden ze dat ik wel even naar de MAVO kon. En toen heb ik gezegd, nee, ik ga niet. Nee. En toen ben ik zo bij de hand geweest om na een paar weken de schoolinspectie te bellen. Van ja, ze mishandelen me, want ik heb VWO en dan moet ik naar de MAVO en ik wil naar de HAVO. Regel dat. Ja. Nou, en binnen 3 weken zat ik op het Christelijk Lyceum in Apeldoorn en kon ik wel ineens naar de HAVO en alles zonder gezeur. Afschuwelijk allemaal. Was maar ja, veel het mensen. Is gewoon triest dat je op die manier voor jezelf moet opkomen en... Ja, dat zou zogenaamd veilig zijn, maar ja, mijn eerste jointje heb ik onder druk in die instellingen gerookt. Mm-hmm. Druk? Mijn eerste ervaringen, seks, zijn ook zeg maar niet positief. Dan mag je toch wel spreken helaas over vorm van groepsverkrachtingen van jongeren en begeleiding die beneden doet alsof ze neus bloedt. En op het moment dat je dan aangifte wil doen, dat je dan bedreigd wordt om naar gesloten inrichting te gaan. Dus ik ben tot op de dag van vandaag het Christelijk Lyceum zeer dankbaar voor zijn leraren en zijn hulp. Wat hebben ze gedaan? Nou, ze wilden me naar een gesloten inrichting trappen. En de leraren hebben gewoon onderling gezegd van nou, dat is het niet. Mm-hmm. En toen kon ik bij een van de leraren... Wat fijn is, die hebben je onder je hoede gehouden. En die hebben er alles aan gedaan om aan alle voorwaarden van de jeugdzorg te doen. Er zaten echt hele rare bij. En die hebben we allemaal gewoon voldaan. En toen konden ze niks meer. En toen moesten ze het accorderen dat ik dan het pleegkind kon worden van hun. Dan maar. Ja. Want terug naar huis, dat was helemaal geen optie. Nee. Want mijn moeder wilde dat niet. Wat een toestand heb je meegemaakt? Mm-hmm. Ik weet niet. Ik vond de medische kant eigenlijk nog het zwaarste. Ja, bizar, hè? Ja, maar ja, je staat ook op en gaat door. Hè? Als je denkt dat je... Hè, als het... Hey, gelukkig heb je altijd engeltjes bij je. Ik heb ook met engeltjes mee. Ja, weet je. Maar toch, je maakt natuurlijk zo'n ervaring mee. En dan blok je het denk ik ook ergens. Zodat je weer kan overleven, denk ik, in de rest van de stappen die je zet. Ik denk het wel. Je gaat heel erg op jezelf denken. Je gaat zelfstandig denken. Je gaat veel meer vertrouwen op jezelf dan op anderen. Ja, je vertrouwen in anderen valt weg. Dus ja, je eigen vertrouwen wordt er ook al hier en daar flink aangetast. Mm-hmm.
dat levert toch ook wel de nodige moeilijkheden op. Maar ja, als je dat op een gegeven moment door hebt, kan je daar gelukkig wel gewoon prima omheen werken en zo. Maar ja, het is gewoon een rare strijd. Het is een lastige strijd. Het is een oneerlijke strijd, vind ik. Want je wordt eigenlijk van tevoren toch een beetje discrimineren, racistisch bijna. Dat mensen met niet-Europese afkomst geadopteerd blijkbaar potentiële psychopaatjes blijken als je de jeugdzorg moet geloven. En dat ze daar dus al bij geadopteerden al van jongs af aan bovenop zitten in de hoop dat, dat ze de geld... Ja, het klinkt een beetje lullig. Ik vind alles maar gewoon inmiddels een geldkwestie. Ja, maar ja, goed, het is dat ook groot. Anders word ik alleen maar boos. En dan wil ik echt mensen pijn doen. En om dat te voorkomen, ja, want stel je voor dat ze zeggen, ja, zie je wel, agressief. Maar ik ben niet agressief. Ik ben gewoon heel verdrietig en aangedaan. Ja, maar vind het gek met alles wat je meemaakt. Ik vind het echt schandalig, ja, dat mensen überhaupt nog durven te zeggen. Van, ze is agressief, ik weet het niet hoor. Maar als je dit meemaakt allemaal, dat je nog niet mensen... Hè, kopje kleiner hebben gemaakt, dat je dat nog niet hebt gedaan, zeg maar. Dat is, lijkt me toch meer dan logisch dat er een actie en reactie gaat komen. Of moet je dan continu als slachtoffer maar ergens in een hoekje blijven huilen en niks doen en alles maar toelaten? Dat is natuurlijk, dat gaat ver over alle strepen. Nou ja, in beide gevallen winnen ze allebei. Want op het moment dat je boos en agressief wordt, omdat je kind wordt gestolen. Ik bedoel, als jouw auto wordt gestolen, volgens mij sta jij te blazen op straat. Ja, natuurlijk. Dan zegt de politie, oh wat erg. Maar als je kind naar huis wordt gehaald, dan moet je zeggen, fijn dat jullie voor mijn kind zorgen. Ja. En dat jullie er beschermen tegen, als ik misschien. Sorry, maar dan word ik boos. Ja, natuurlijk, maar, als je aan je eigen kinderen komt. Maar boos, je ziet het, ik raak geagiteerd. Maar zie je mij wilde bewegingen maken? Zie je mij... Nou, ik mij vind de neiging krijgen dat ik je nek kan omdraaien of zo? Ik vind dat je alle recht toe hebt. Maar ik ben niet agressief. En dat is wat 5 psychiaters tegen mij hebben moeten zeggen. Rij, jij bent niet agressief. Je bent mondig, je bent zelfverzekerd. Je bent een goede dame, je bent slim. Dat is wat ze niet leuk vinden. En ja, ja, ze weten dat je er al in staat. Ja. Maar die strijd blijft gewoon. Ja. Ja. En ondertussen zie ik mijn kinderen nauwelijks meer. En is de oudste mijn gezag al afgepakt en mag ik al helemaal niet meer zien. En moet ik maar hopen dat... dat het maar goed komt met ze, terwijl ik weet dat ze al gruwelijk beschadigd zijn. Want ik heb het zelf ook mogen ervaren wat eigenlijk adoptie-onthechtingsproblematiek inhoudt. En het houdt in dat je onthecht bent van je vertrouwen, van jezelf, van je zelfvertrouwen. Mm-hmm. En op het moment dat je dat niet hebt, dan word je inderdaad op een bepaalde manier onzeker. En ga je toch hele achterdochtige beslissingen maken. Mm-hmm. En die achterdocht wordt dan zeg maar eigenlijk tegen je gebruikt. Mm-hmm. En dan zeggen, zie je wel, adoptieproblematiek, zal je op die manier eigenlijk een beetje onderuit. Ja, ja, ja. Want als jij geadopteerd bent, dan moet je dankbaar zijn, blij zijn. Dat je zogenaamd gered bent. Ja. En zo voelt dat niet. Ik voel me bestolen, dus dat zeg ik. Ik noem het ook niet meer adoptie, dat hoor je ook. Ik zeg steeds, ze hebben mij gestolen, dat verkocht. Maar ja, dat is natuurlijk ook zo. En vooral... Je kan het wel een heel mooi naampje noemen en adopteren noemen. Ja. Maar een puppy adopteren je. Maar ik ben toch geen... puppy. Nee, en zelfs met puppy's adopteren in een laboratorium leer je dat je die puppy's op een bepaalde manier moet behandelen omdat ze anders onthecht raken of bepaalde gedrag krijgen. Mm. En dat geldt dus toch ook dan voor kindjes, leek mij. Mm. Maar daar krijg je een heel ander verhaal te horen. Dus daar krijg je dan toch een beetje bittere gevoelens bij, word je toch een beetje wantrouwig van. En, en het liefst wil ik gewoon blijven vertrouwen op het feit dat, dat er een fout is gemaakt en dat ze alsjeblieft mijn kinderen maar weer... snel terugbrengen en als dat dan niet lukt, hoop ik dan maar mijn eigen proces rond te maken. En hoop ik zelfs mijn eigen ouders misschien te vinden, zodat ik ook kan bewijzen dat, dat ik ook echt mijn levende ouders ook kan aanraken. Ja. En ook aan de Hoge Raad kan laten zien, kijk. Ja, dat gaat je lukken, ik weet zeker. Ik hoop het. Ja. Dat is echt wat ik wel per ongeluk hoop. Ja, maar je bent al zo ver. Je hebt al zoveel ontdekt en al zoveel gezien en al zoveel meegemaakt. Ik weet zeker dat dit je gaat lukken. Ja, maar ik hoop het wel echt op een goede manier te doen. Ik heb echt geen intentie met agressie en zo. Ja. Natuurlijk niet. Ik wil gewoon dat het op een goede manier via rechtswegen en juridisch gewoon... Nou, er wordt gewoon... Je bent gewoon in het verleden enorm misbruikt op dat moment. En, ze denken, kijk, zo'n kind is weerloos. Hè? Ze heeft geen familie, er is niemand die naar haar omkijkt. Dus dat kunnen ze wel als een pionnetje gebruiken. Zo is het eigenlijk gegaan. En dat is natuurlijk ook als je nu ouder bent en je hebt de stempel adoptie. Het is echt vreselijk dat ik dit allemaal hoor, wat hier allemaal gaande is, mensen.
dat er dan maar gekeken wordt. Oh, je komt uit dat en dat land. Oh, nou, dan zal je wel. Nou, dan moet je sowieso behandeld worden. Dus dat is toch te zot voor woorden. Helaas is dat wel het feit. Ja. En alle rapportages zeggen dat ook. En zo. Ze komen ook echt met hele gore leugens. Ja. Die ook echt helemaal nergens op slaan. Want als ik mensen mishandeld heb, hè. Stel, ik mishandel jou. Jij komt van mij werken en ik mishandel jou. Dan doe je toch aangifte bij de politie? Ja, natuurlijk. Waar is dan die aangifte van die medewerkers die ik allemaal mishandeld heb? Snap je? Ja. Dus dan denk ik van, ja, waar is je aangifte? Die hebben ze nooit gedaan. Nee, want er is helemaal nooit aangifte geweest, want er is nooit geweld geweest. Ja. Want ik ben allesbehalve gewelddadig. Ik ben een felle donder en levendig. En, maar agressief en slaan en mensen in elkaar slaan. Nou, als ik mensen ga slaan, dan heb je erom gevraagd, zeg maar. Ja. En dat is één keer gebeurd. Toen heb ik mijn ex al 50 keer gevraagd of hij alsjeblieft mijn huis wilde uitgaan. En ik bleef echt rustig, want zo ben ik. En toen bij de 51ste keer zei ik het netjes, maar ik gaf er een schop bij. En toen sprong hij een stap naar achter. En in 6 stappen stond hij buiten en heeft hij keurig aangifte van gedaan. Er is politie bij geweest. En die hebben allemaal gewoon geconstateerd, mevrouw stond in haar recht. Ja. Dus hoezo zonder aanleiding? Jij staat in mijn huis en je wil mijn huis niet uit. Mm-hmm. En dat ik dan op een gegeven moment, ja, oké, ik geef mijn tijd toe, ik kan meteen de politie betrekken, ik heb hier iemand die niet weg. Maar, kom op. Ja, maar ja, je ziet gewoon dat er natuurlijk een heel groot spelletje gespeeld is. Hele rare spelletjes, en ik weet niet waarom, en het interesseert me ook helemaal niet. Het enige doel wat ik heb is, ik wil mijn kind thuis, en ik merk dat er heel veel kinderen in Nederland uit huis geplaatst zijn om drogredenen en leugens, dat moeders worden beschuldigd dat ze maar een heel laag IQ van 63 hebben, terwijl ze op de middelbare school tussen de 90 en de 100 zaten. Mm-hmm. Dat er op die manier gesjoemeld wordt. Je kan mij niet wijsmaken dat iemand in de loop van zijn leven ineens van 90 naar 63 mm-hmm. kan kelderen. Weet je wel. Zo worden mensen langzamerhand eigenlijk gigantisch afgezet en buiten spel gezet. Want als je je kinderen slaat, dan heb je recht op bemiddeling. En mogen ze je kind niet afpakken. Maar op het moment dat jij psychisch iets aantoonbaar hebt, dan mag het weer wel. Dus op het moment worden zo'n beetje 47.000 mensen in Nederland aan ouders worden eigenlijk meer psychisch voor gek verklaard. Zodat de kinderen die niet meer thuis mogen komen, die wonen allemaal in pleeggezinnen. En die pleeggezinnen doen net als mijn ouders als adoptie beschermen. Want die ouders zijn potentieel mogelijk zeer zwaar gestoord. Want dat is het verhaal wat ze natuurlijk krijgen van de jeugdzorg, van ah, jullie moeten een kindje zielig. Dus die ouder gaat met al die bescherming. Ja, ik probeer dan je kind maar te bewijzen dat jij wel rustig bent. Terwijl je eigenlijk ook van woede, terwijl zij gewoon jouw kind hebben gestolen. 47.000 kinderen zijn gestolen, dus 74 ouders. Mm-hmm. Die dus zogenaamd voor gek zijn verklaard, die dan daarom echt niet voor hun kinderen zouden kunnen zorgen. Mm-hmm. En daarom per se in een pleeggezin moeten. Terwijl je hebt niet één ouder, je hebt twee ouders. Mm-hmm. En je hebt ook nog broers, zussen, familie. Mm-hmm. En ook alle ooms en tantes die zeggen, nou, maar kan kindje bij mij. Die worden ook allemaal afgedaan, moet allemaal naar het pleeggezin. Mm-hmm. 74.000 kinderen in de pleegzorg. En ik heb begrepen dat de afgelopen jaar maar 40.000 weglopers waren uit de jeugdinstelling. Nou, toen moest ik wel een beetje lachen. Ik zie wel dat die kindjes daar niet gelukkig zijn. Ja, maar is toch ook niet gezond meer, jongens, wat er allemaal gaande is? Nee, die kinderen krijgen heimwee en het heimwee wordt vertaald naar problematiek. Dus, ja. Dus zo'n kind wordt weggehaald, die zit daar in zo'n tehuis of bij een pleegzin en die is boos, want die wil terug naar zijn moeder. Ja, logisch. En dan zeggen ze, ja, kind is agressief, zie je wel. Maar kind heeft alleen maar heimwee. Ja. Het kind wil verenigd worden bij zijn ouders. En natuurlijk mag je best af en toe tegen sommige ouders zeggen, hey, doe eens even lekker normaal tegen je kind. Dat zijn gerust ouders die het niet altijd even goed weten. Mm-hmm. Nou, om nou meteen weg te sleuren en alle schade. En dan daarna te denken dat je het goed kan maken. Nee, dat maak je niet meer goed. Dus belanden al die kinderen uiteindelijk allemaal keurig in het systeem. En die worden allemaal doodongelukkig. Ja. En dat is niet oké. Er zijn te hoge zelfmoorden. En het feit dat ze euthanasie goedkeuren voor... Wat keuren ze? Kinderen die onder de 18 jaar niet meer verder willen leven, mogen ze plegen. Althans, daar gingen we heen. Want daar was laatst een hele discussie over op het nieuws. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik heel erg. Anders zou ik het niet onder zeggen. De 18 jaar, maar hoe gaan ze bewijzen dan? Hoe? Ik ben een van de weinigen die het overleefd heeft. Ik heb ook op mijn 17e een zelfmoordpoging gedaan. Omdat ik bloedserieus van mening was dat ik inderdaad alleen maar een hoer zou worden. Een crimineel,
nooit in staat was om een man te krijgen en vooral gerad was opgegroeid. Oftewel, al mijn toekomstperspectief was eigenlijk al zodanig gegrond ingeboord dat ik op mijn 17e echt zeer zware verdovende middelen heb ingenomen waarvan het ziekenhuis zei, nou, dan gaan we niet eens leegpompen, want anders hebben we de volgende week weer. Dus mijn ouders hebben gewoon mij doodleuk op mijn bed, op zolder geflikkerd en gedacht, die komt wel weer beneden. En toen ik 3 dagen beneden kwam, toen was het, nou, ben je er eindelijk? En dat was het ongeveer. Dus ja, welkom in gekke dingen in land. Maar zo gaat het helaas. En het is, ik doe er heel lacherig over, dat is ook emotioneel onthecht. Hè? Want op het moment dat ik bij mijn emotie kom, ga ik alleen maar huilen. Ja, dan moet je dat niet doen. Doe dan maar en daarom ben ik zo rationeel en dat is mijn onthechtingsprobleem. Ja. Dus mijn onthechtingsprobleem is dat ik mijn probleem heel rationeel kan vertellen. Ja, moet je ook zo doen, want anders is het niet te doen, jongens. Dan, en om mij dan daardoor te zeggen, ja, je bent emotioneel onthecht, ja, dat klopt. Maar dat is juist om mij te beschermen. Ja. Moet ik hier dan de hele tijd krijsen, huilen? Nee, als ik dat doe, dan zeggen ze, kijk, zie je wel, mevrouw is labiel. Maar dat ben ik niet. Nee. Ik ben rationeel, ik weet ons goed wat er gebeurt. En op het moment dat de mensen weg zijn, dan huil ik gerust. En natuurlijk, dat mag, dat weet ook iedereen, dat is ook helemaal geen geheim. Want je bent je kinderen kwijt, kom op. Natuurlijk huil ik 's nachts in mijn slaap en word ik huilend wakker. Het is toch vreselijk dat je niet gewoon mens mag zijn? Dat je gewoon je emoties gewoon mag zijn zoals je je voelt? Het is toch niet normaal? Dat je nog een heel spelletje moet spelen, je in bochten moet wringen en een heel soort joker face op moet zetten, omdat je dan anders niet begrepen voelt of dat je achterdochtig moet zijn, dat iemand je kinderen dan helemaal af gaat pakken omdat je huilen moet, of omdat je kwaad wordt, omdat je agressief wordt. Het is toch te vreselijk voor woorden wat hier allemaal gaande is. Ouders die beginnen te huilen in de rechtbank worden gezien als emotioneel labiel. En wordt de verlenging dus automatisch weer met zoveel verlengd. Want ja, hoe moet je dat emotioneel goed houden dan? Ja, hoe moet je dan doen? Moet je lachig doen? Dan ben je waarschijnlijk niet... Nee, je doet zoals ik. Ik ben rationeel en duidelijk en feitelijk. En dat vinden ze ook niet leuk. Ik ben onvoorspelbaar. Onvoorspelbaar lief, ja. Want dat was de enige positieve eigenschap die ze over mij konden bedenken. Ja, ze is wel liefdevol. En onvoorspelbaar. Dus ik ben onvoorspelbaar liefdevol. Oh, oké. Okay. Wat is nou eigenlijk het probleem dan? Ja, maar liefdevol is niet genoeg. Wat ben je gehandicapt? Ja. Ze gooien het elke keer weer terug. Ja, ze willen het gewoon niet. Klaar. Ze willen het niet. Nee. Het is gewoon heel duidelijk. Ze zoeken continu een reden om het niet te doen. Dat. En om je kinderen niet bij het trainen. Op grond van afkomst, op grond van adoptie, op grond van mijn lengte. Ik ben wel helemaal 1,40. Ja, want hoe kan een kleine moeder nou ooit haar dochter in bedwang houden als ze ooit een keer een woedebui zou kunnen krijgen? Ja. Want er gaat natuurlijk heel veel geld ook in om, hè, als je kind uit huis geplaatst wordt. Ik bedoel, zo'n adoptieouder of een pleegouder, je krijgt echt enorm veel geld per maand om het kind te onderhouden. Dus de 600 en 1200 euro heb ik begrepen. Ja, dus dat is niet niks, hè. 600 en 1200 krijg je nog niet eens voor je eigen kind als kinderbijslag. Dan moet je met 240 euro per 3 maanden doen. Ik had met 600 euro prima de huishoudelijke hulp particulier kunnen betalen, ja, bijvoorbeeld. Ja, snap je. Dus had het geld aan mij gegeven, had ik prima uitgekomen, want dat was het enige. Ik miste een extra hand. Ja, ik heb geen partner en was net verhuisd. Ik had ook niet heel goed contact met de buren. Dat is lekker makkelijk om eruit te halen. Ja, vreselijk hoe dat dan eigenlijk gaat. Hè? Dan wil je als eigen ouder gewoon je kind helemaal goed opvoeden. En dan krijgt een pleegouder gewoon het recht plus geld toe om op dat kind te letten. En, ja, hè? En dan maar afwachten of het allemaal dan goed terecht komt bij de kinderen. En als ik dan niet lief genoeg doe en niet bij alles dankjewel zeg, ja, dan lacht het dus echt aan mij. En ik weiger dat wel een beetje, ja. Vreselijk meis, ik snap het helemaal. Maar goed. Ja, adoptiepleegzorg is gewoon niet de mooiste weg. Het is gewoon echt inkomen voor de staat, heb ik meer het idee inmiddels. Ja, want ik heb... Want er was met mij in mijn jeugdjaren niks. En waarom heb ik dan in die internaten gezeten? Ja, maar het is heel goed om te weten. Kijk, ik ken heel veel mensen en ik zelf ook heb me in het verleden ook wel verdiept in adoptie. Want ja, je wilt toch heel graag wat doen voor de kinderen. Maar ja, weet je als mens die daar gewoon daarvoor open staat om liefdevol een huis te bieden aan een kind, weet je eigenlijk niet zo goed wat er allemaal achter die schermen afspeelt en of het allemaal ook terecht gaat. Hè? Want ja, je hebt zoveel liefdadigheidsdoelen en bladibladibla. Nou, inmiddels na zoveel jaren weet je genoeg wat er allemaal achter die schermen afspeelt. En ook jouw verhaal te horen, denk je, jeetje, wat doe ik nou goed aan? Ik ken meerdere pleegkinderen die hebben het gelukkig heel fijn bij hun ouders. En zijn ook heel dankbaar daarvoor. Maar dat was ook een mooi ding waar we het over hadden gehad. Hè?
Op hun 18e mogen ze natuurlijk mogen ze zich verenigen met hun ouders, hè, als ze weten wie hun ouders zijn. Daar hoort iemand tussen te bemiddelen, toch? Maar dat gebeurt heel vaak niet. Hoe zit dat? Het is heel belangrijk dat er eigenlijk op het moment dat een moeder en kind elkaar voor het eerst ontmoet, dat daar iemand bij zit om het te begeleiden. Omdat er zoveel emoties komen en verwijten kunnen ontstaan, waardoor dat hele verstandshouding verstoord raakt. En zo iemand moet echt rekening houden dat je elkaar echt leert kennen. Hè? Wie ben je? Hoe oud ben je? Wat zijn je hobby's? Omdat je elkaar eigenlijk helemaal niet kent. Mm-hmm. Dat je eigenlijk echt moet leren kennen. En het liefst met iemand erbij. Dat op het moment dat je per ongeluk toch boos of geïrriteerd. Of ja, maar je voelt je toch verstoten op een of andere manier. Mm-hmm. Die dat gevoel een beetje rustig houdt. Omdat dat gewoon bij het hele verwerkingsproces hoort. Mm-hmm. En daar hebben we echt bemiddelaars bij nodig. Maar heb je die niet, dan kan je wel twee mensen bij elkaar zetten. Hè? Zoals kinderen van gescheiden ouders. En dan op een gegeven moment moeten ze weer naar de andere ouder. En dan merk je ook dat, ook bij gescheiden families, dat die kinderen en die ouder niet meer goed gaan. Mm-hmm. Waarom? Omdat er niemand is die er tussenin staat. Van ja, maar... Hè? Ja, dat is het uitleg hoe emoties werken ook gewoon. Onder andere, ja. Maar ook, ja, ook gewoon daarin meegaat. En begrijp je, ja, maar natuurlijk ben je boos. Want ja, je ouders zijn uit elkaar. Je moet ineens een nieuwe kamer. Je moet ineens dit. Dat mag je boos om zijn. Ja. En dan moet je niet onderdrukken. En dan moet je gewoon die ruimte ook durven geven. En als zo'n vader zegt dan van... Ja, maar jij bent bij je moeder gaan wonen. Dus dit. Dat je daar ook boos over mag zijn. Dat je dus niet meer 24/7 in je eigen kamer zit. Maar dat je nu ineens op een andere kamer gezellig jezelf moet zijn. Waar je helemaal niet thuis bent. Mm-hmm. En dat je niet als ouder moet gaan denken dat jij dat wel even kan afdwingen. Mm-hmm. Maar dat je dat dus echt moet respecteren. Dat een kind die proces nodig heeft om... Ja. En dat je dat dus niet de kop in moet drukken. Want dan ontken je eigenlijk het gevoel. En daarmee krijgen we dus zeg maar het probleem dat we ons onderkend voelen of niet erkend voelen. En daar gaan we tegen ageren. Want ja, natuurlijk vinden we het niet leuk om ineens een nieuwe kamer te hebben bij papa. Terwijl we een kamer hebben in het oude huis. Mm-hmm. Weet je wel, dat soort gevoelens. Dat is zo lastig. En het is zo begrijpelijk dat mensen daar zo mee om moeten. Ja, dat je daar ook een tijdje eerst boos over moet zijn, het verwerkingsproces. Ja, dat hoort erbij. Het veranderingsproces, het rouwproces is het intens, maar het veranderingsproces is bij iedereen hetzelfde. Dus als jouw kamer ineens ergens anders moet delen, ja, natuurlijk word je dan boos, verdrietig en voordat je, en dan pas daarna kan je denken, oh ja, maar dan zie je pas de voordelen. Ja. Maar tot die tijd zie je eigenlijk een beetje in een soort overlevingsmodus. Ja. En ik merk dat dat heel lastig is om eruit te komen en dat juist dat door instellingen wordt gebruikt als teken van problematiek en weerstand en nooit meer goedkomen. Ja. Terwijl het enige waar ze last van hebben is heimwee. We hebben alleen maar last van heimwee. Ja, we willen in ons eigen oude kamertje en niet bij papa en die nieuwe vriendin. Geadopteerden willen gewoon graag terug naar dat armoedige. Want ja, dat is ons thuis, dat ruikt naar ons. Ja. Het is heel leuk dat we hier heel rijk zijn en alles mogen krijgen en zo. Maar ja, weet je, als ik aan jou vraag, ik weet een hele rijke familie, zullen we dat kind even lekker daarheen gooien? Dan weet je zeker dat het goed komt met jouw kind. Ja, heb jij geen zorgen meer doen? Nee, dan zeg je ook van toedeledokie, ik zit hier prima. Nou, wat doe je nou? Mijn ouders zijn toch ook zo? Ja. Mijn vader en moeder zeggen toch ook van, nou, doe maar. Ja. Maar waarom zeg jij dan nee? Ja. Je zegt toch gewoon, ja, want het komt toch goed met je kind? Ja. Die komt naar een rijke familie. Ja. Zo werden mijn biologische ouders ook wijsgemaakt, waarschijnlijk. Ja. Want, waarom zou je hier blijven, kindje? Ja. Je kan daar, kan je paard rijden, je kan viool spelen, je wil alle hobby's doen. Ja. Weet je zeker dat je niet wil geadopteerd worden door die rijke mensen? Want zo moet ik mij dus voelen. Ja. Maar jij begrijpt wat ik jou... Dankbaar zijn, dat je ergens terecht komt. En dat is wat ik zeg. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Dus, want als jij het al niet kan, waarom moet ik het dan wel kunnen? Ja. Waarom is dat verschillend? Waarom... Sta jij niet je kind af aan iemand die rijk is en moeten mijn ouders, omdat ze zogenaamd uit een arme sloppenwijk komen, wel hun kind afstaan aan rijke mensen? Want dat is precies waar het over gaat. Ja, daar gaat het ook helemaal om. Hè? En dat is natuurlijk het meest criminele wat er eigenlijk gaande is. Ja, ze maken misbruik van de fase 2 van de mens. Ja. Dat op het moment dat je boos wordt, zeggen ze, zie je wel, agressief. Zie je wel, labiel. Zie je wel. Ja, dat vind ik eigenlijk
het breedste wat ik heb moeten ontdekken is dat het echt tegen ons gebruikt wordt. Ja. Jeetje, Mina zeg. Want ook met dat bemiddelen, hè, tussen waar we het net over hadden, daar hoort eigenlijk een bedrijf. Een mediator heet dat. Hè? Ja, en hoe heet dat bedrijf? Want je had het over VN of zo? FIOM. Nederlandse FIOM is het zoekbedrijf waar geadopteerden heen kunnen als ze op zoek willen naar hun roots of naar hun ouders, op zoek gaan. En de FIOM die gaat dan zeg maar matching, wordt dan de matchmaker. En normaal gesproken dan, als de FIOM denkt, nou dat zijn twee personen die matchen, dan horen ze eigenlijk beide personen in één ruimte uit te nodigen om elkaar te leren kennismaken met een derde persoon. Want het is gewoon heel zwaar. Dat zie je ook bij Derek Bolt met Spoorloos en met DNA. Daar zit altijd hele sterke, krachtige psychologen achter. Want die weten donders goed welke emoties daarbij komen. En die wil je juist weer net niet. Nee. En je wil ook niet dat die mensen erin vastblijven. Dus er hoort gewoon echt goede hulp bij. Om te begrijpen dat je op het moment dat je elkaar voor het eerst weer ziet, dat dat heel heftig is. En dat zelfs heel negatief kan uitvallen. En dat je zonder mediator eigenlijk niet tot een tweede contact komt. Ja. En gebeurt dat ook? Wordt zo'n FIOM ook ingezet? Doen ze dat ook, dat bemiddelen? Ja en nee. Het komt op neer nee. Want ik geloof dat ze wel helemaal 2 of 3 matches hebben gemaakt die uiteindelijk nergens toe hebben geleid. En ik ben op een dag gebeld. Dat was helemaal raar. Dat was echt een rotstreek, zeg ik nog steeds. Wat was er nou? Ik werd gebeld. Ja, we hebben mogelijk je zus gevonden. En dat meisje, die dus mijn zus, hetzelfde verhaal. Ja, we hebben mogelijk je zus gevonden. Nou, we kregen mekaars gegevens en we moesten het maar uitzoeken. En het komt erop neer dat we elkaar tot op de dag van vandaag niet hebben durven ontmoeten. Omdat we weten van ja maar en die teleurstelling. En dat we het eigenlijk niet aankunnen. Oké. En dat we inmiddels tot de conclusie zijn gekomen van nou, dit was gewoon een rotstreek van FIOM om zo genaamd te doen. Alsof we een match hebben gemaakt. Maar wij zijn als een kraai en als een meeuw. Wij zijn geen familie. Ja. Dus op zo'n manier matchen. En achteraf nu met dat Zembla zijn heel veel Bengaalse kinderen, inmiddels volwassen, teruggaan. En die hebben allemaal een groot gedeelte is teruggaan. En er is een hoog percentage thuiskomen met de mededeling dat ze hun biologische levende ouders hebben gevonden. Oh, halleluja. Ja. En ook in meerdere landen komen gelukkig steeds meer berichten terug dat de ouders niet dood zijn, maar leven. Maar dat is helaas ook het bewijs dat er dus heel veel gefraudeerd is en gelogen is. En gestolen is. En vooral gestolen is. En dat adoptie dus eigenlijk helemaal niet zo rooskleurig is als dat er wordt geschetst. Want je steelt eigenlijk van een levende ouder. En is dat terecht? Mag jij, omdat jij toevallig wat rijker bent, heb jij het recht om dan andermans kind op te voeden? Of omdat ik toevallig klein ben en geadopteerd, dat dan pleegouder mijn kinderen moet opvoeden? Ik vind dat echt schande. Ja, dan weet je op dat moment weet je dat natuurlijk niet. Maar dan kom je natuurlijk als je ouder bent allemaal achter. En vooral als je dan je levende ouders terugvindt, die je dan vertellen hoe het dan daadwerkelijk gegaan is. Ja, dan is dat natuurlijk helemaal weer een verwerkingsproces, terwijl je al zoveel hebt moeten verwerken. Heel bitter. Ja, dat is wel een heel dingetje waar je doorheen moet. Maar ja, er zijn natuurlijk ook kinderen die heel graag hun ouders weer willen vinden of willen zien. En die zien dan ook hun ouders, biologische ouders, dan met hun 18e of daarna. En dan hoor je ook wel eens de verhalen andersom, hè, dat die vader of die moeder totaal geen contact wil. Of, hoe zit dat precies? Nou, dat vind ik altijd heel lastig. Want daar ben ik niet bij geweest. Ik weet wel van verhalen dat ouders op een gegeven moment hebben besloten van oké, ons kind is vermist. Of ze hebben misschien echt daadwerkelijk afgestaan. En hebben daarmee dat zo'n ouder echt heeft gezegd van nou ja, ik kan jou hier niet het leven bieden wat je en daar maak je een kans. Oké, dat mag. En dat je dat dan afsluit en daarna dat contact niet meer wil opzoeken omdat het emotioneel te pijnlijk is om dat contact opnieuw aan te gaan. Dat snap ik wel. Dus dat ze dan afwijzen en zeggen, nou, we willen dat contact niet, want we hebben dat toenertijd goed gedaan. Ja, daar is ook wat voor te vinden, maar het blijkt dat dat maar een kleine 10% is. De meeste ouders die zijn eigenlijk gewoon bestolen. Of in de maling gelaten. En zijn juist hartstikke blij eigenlijk als hun kinderen weer voor de deur staat. Maar ja, je hebt toch 2 verschillende levens, verschillende werelden.
Ja, en dat maakt het gewoon lastig, weet je. Omdat je, ja, als ik mijn biologische ouders echt zou ontmoeten, ik voel me vet rijk ten opzichte van hun. En dan voel ik me eigenlijk alweer helemaal misplaatst. En dan voel ik me alweer schuldig en schaam ik me. En dan vanuit die schuld en schaamte doe ik hun eigenlijk weer tekort, snap je? Mm. Maar dat hebben hun ook. Van ja, hadden we dan harder moeten zoeken, hebben we dan niet ons best gedaan. Ook die schuld en schaamte. En dat maakt dat je eigenlijk weer uit elkaar gaat. Ja, zonde. Ja. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Ja, eigenlijk moet je gewoon blij zijn, punt. En niet over nadenken. En je ziet wel waar het schip strandt. Dat is het beste. Die knop hier uitzetten is niet altijd even makkelijk. Vooral met alles wat je hebt doorgemaakt. Want die emoties zijn heel intens. Probeer maar eens je tranen te bedwingen. Ja. Of waarom heb je me afgesneden? Ja, dat komt. Echt met die emotie, ja, probeer dat maar inderdaad met alle respect en begrip naar iedereen te doen. En dat is wat Derk heel goed doet. Ja. En er zijn er meerdere die dat gelukkig heel goed doen en daar vertrouw ik ook gewoon op. Ben je er nu mee bezig om je eigen ouders ook te willen ontmoeten? Want ben je wel eens terug geweest naar Bangladesh? Ik ben nog nooit terug geweest naar Bangladesh, maar onlangs is mijn partner overleden, of mijn huisgenoot moet ik eigenlijk zeggen. Mm-hmm. En ik woonde daar ook bij in huis en zo. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. En toen hij overleed, voelde ik me eigenlijk echt niet nergens meer thuis. En op dat moment wilde ik eigenlijk even niet in Nederland zijn. En ja, het is eigenlijk heel raar gaan, want ik ben helemaal niet op zoek naar mijn ouders. Maar ik heb wel een kans nu zomaar op mijn pad waarbij ik bij een familie in Bangladesh kan komen rouwen. Echt letterlijk om mijn verdriet te herstellen van het een en ook een stukje afronding van toen waarschijnlijk. En wie weet, ik heb begrepen dat ze al op zoek zijn en naar moeder 21 van de pregerlijst. En dat ik echt wel een beetje bang ben dat als ik daar aankom, dat ik niet door alleen zijn moeder wordt opgehaald bij het station, maar dat daar misschien ook wel eens mijn moeder bij zou kunnen staan. En dat is wel heel eng. Hey, maar hoe is dat gegaan dan? Hoe kom je ineens in Bangladesh terecht? Nou ja, wat ik al zei, mijn partner was overleden. Mm-hmm. En ik moest het huis uit. En ik had zoiets van, ja, waar moet ik heen? De maatschappelijke dakloze opvang heeft pas over 4-5 maanden plaats voordat ik weer terug in het systeem kom. Dus toen dacht ik kan iemand mij dan maar even tijdelijk te logeren hebben? En zo hebben een aantal mensen voor mij stichting benaderd, van de voorzitter van die stichting. En die heeft ook gekeken en zo werd ik 's avonds gebeld van, we hebben je oproepje gezien en we hebben wel een hele leuke logeerplek voor je. Maar het is wel een eindje ver en we hopen dat je het leuk eindje vindt. Ver. Het is in Bangladesh. Het is in Bangladesh, ja. Maar wel bijzonder, weet je. Ik bedoel, het is vreselijk wat hier in Nederland gewoon allemaal gewoon gebeurt. Hè? Ik bedoel, je komt op straat terecht, je bent gewoon letterlijk dakloos in de winter. En dan zeggen ze, we hebben pas met 5 maanden plek om ergens te verblijven. Waar ga je in godsnaam verblijven als je niemand hebt om terecht te kunnen? Dus dan ga je zoals jou een oproep plaatsen. En die oproep heb je bij een stichting geplaatst? Of waar heb je die geplaatst? Ja, op de geadopteerde site. Ik denk, daar begrijpen de mensen eigenlijk het meeste wel dat je ontheemd, het voelt ontheemd zijn. En dat gevoel ontheemd zijn, dat werd heel goed begrepen. Ja, wat fijn. Echt zeg. Heel bijzonder. Dat zag ik niet aankomen. Het was ook nooit mogelijk geweest. Ja. Ook niet als ik het zelf had kunnen regelen. Ik zou evengoed al een paar maanden later naar Bangladesh gaan. Maar ja, de omstandigheden maakten dat ik mijn spullen in de opslag kon zetten. En een reis kon boeken en kan gaan. Ja. Dus ik ben vooral heel, ik ga vooral bijkomen en rouwen en verdriet. Maar ik ben benieuwd wat er zomaar op mijn pad wordt komt. Ja. Want ik zelf kan niet op zoek. Dat doen ze eigenlijk via. En ik wacht het gewoon heel rustig af. Maar als er een kans is om ze te ontmoeten, dan is dat wel inderdaad de komende tijd. Jeetje, want ik ga inderdaad al heel snel. Dus je gaat voor het eerst, ga je nu naar Bangladesh gewoon eigenlijk zogenaamd per toeval. Want ja, toeval bestaat niet zoals je nu ziet. Hè? Nee, ik geloof niet meer dat het toeval is. Ik dacht toen nog wel heel lang. Ja. Maar sinds een paar dagen denk ik, nee, dit is helemaal geen toeval. Joh, hoe kan dit nou? Ja, dat had gewoon zo moeten zijn. Het moet echt zo gaan. Ja, dus je kan nu, voor de aankomende maanden kan je gewoon naar Bangladesh. Hè? En kan je daar je verwerkingsproces door. Maar wie weet wat je daar nog meer gaat beleven.
Ja, ik ben terug op mijn geboortegrond en niet zomaar. Ik ben ook echt in het stukje stadsdeel, hè, zoals wij in Haarlem ook allemaal en in Alkmaar en al die steden ook allemaal van die stadsdelen hebben, hè, zoals Centrum, Zuid, Noord, Boer. Nou, zo hebben ze daar ook zo'n soort centrum dingetje waar ik dan zeg maar uitgestolen ben. En in dat gebied mag ik komen logeren. Jeetje, ook precies dat gebied. Dat, wat ja, echt bij een jongen die is 2 jaar geleden teruggegaan naar Bangladesh. Met de wetenschap dat zijn ouders dood waren. Een paar dagen later was er een vrouw, ik ben je moeder, ik ben je moeder. En nou, uiteindelijk heeft hij toch maar een DNA-test gedaan. Zo, nou, zal zo. En het bleek dat het gewoon zijn moeder was. En die heeft... Die is niet eens meer teruggegaan naar Nederland. Nee, dat snap ik. Dan blijf je eeuwig. Dan denk je, wat is hier aan de hand, joh? Die had gedacht, wat doe ik eigenlijk nog terug? Ik blijf. Ik ben gewoon gestolen. Ik wil dat mijn moeder mij leert kennen. En ik wil haar leren kennen. Zoveel jaar zonder haar geleefd. Ja, ja, je wordt echt... Ja, nou, ik heb er ook geen woorden voor, hoor. Ik doe er wel inderdaad heel rationeel. En ik moet het ook afsluiten. Ja. Want als ik die emoties toelaat, dan zit ik hier op de jankie. Ik voel die van jou ook. Ja. Ik voel constant... En je hoort ook af en toe mijn stem heel zachtjes overslaan. Dus het is helemaal niet zo dat ik helemaal geen emoties heb. Maar om nou de hele tijd te gaan huilen, daar heb ik ook geen zin in. Want dat levert negatieve energie op. Ja. En zodra ik het een beetje om kan lachen, dan verlies ik in ieder geval niet ook nog eens alle energie. Nee, ik heb een beetje alles met humor bekijken. Ja. Maar ja, over mijn kinderen en zo. En over, ja, natuurlijk is het om te huilen. Daar komt het wel op neer. Ja, dat is gewoon niet te doen. Dat is vreselijk. Dat is een... Ik ben ook geen emotionele harteloze trut of zo. Van kijk nou, ze hebben niet eens emoties als ze erover praten. Zoals of mijn moeder met los handjes. Blijkbaar verwachten ze dan dat je dat met tranen met tuiten vertelt en zo. Dat ik denk, ja, maar ik heb het ook voor mij afgesloten. En voor mij is het ook alweer een tijdje terug. En ze zullen het nooit meer doen, want die kans krijgen ze niet meer. Dat is mijn macht. Ja. En daar vind ik het ook gewoon, daar hoort het ook gewoon. Ja. En als er bijvoorbeeld, ik weet niet of je het weet, maar ik spreek ook wel eens mensen die geadopteerd zijn en die weten helemaal niet meer waar ze vandaan komen. Die zijn echt, die weten niet eens meer wat voor cultuur of wat voor achtergrond ze hebben. Dus die denken, nou, ben ik nou Marokkaans, ben ik nou Afrikaans, ben ik nou Surinaams, geen idee. Waar zouden ze daarmee terecht kunnen? Heb jij enig idee dat ze... Waar ze als je echt helemaal niet weet waar je vandaan komt. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Want ze hebben toch al die gegevens. Zijn er regeringen dan die dat dan... Zijn er dan iemand die geadopteerd is waarvan niet het land van herkomst? Ja, ik ken er heel veel. Ik krijg heel veel cliënten die gewoon helemaal niet meer weten waar hun roes liggen. Ook die geadopteerde ouders weten dat niet. Nee, hoe zit dat? Nee, je hebt gelijk. Ik ken ook een meisje die is inderdaad... Ja, ik weet niet. Dan worden ze ontvoerd naar een ander land waar het wel mag. Zo moet je denk ik zien. Dus die kinderhandel die gaat gewoon door, maar je mag niet meer roven uit Bangladesh. Dus wat gebeurt er? De kindjes worden uit Bangladesh naar India geroofd en worden vervolgens als Indiaanse kindjes verkocht waar het nog wel mag. En ik denk dat als dat het geval is, dat ze op die manier eigenlijk kunnen rondvragen. Want, en dat is het mooie van die DNA-testen van tegenwoordig, is dat je ook een beetje je roots kan terugvinden. En ik denk dat... Als je echt nul gegevens hebt, dat eigenlijk ook de meest interessante manier is om je roots en jezelf te leren kennen. En vanuit daar verder te zoeken. Want als je echt geen... dat was met dat meisje die ik kende ook, die zou uit India komen en daar konden ze niks vinden. En die waren door. En toen zei ze op een gegeven moment, ja, maar ik lijk ook wel een beetje op dat en dat meisje. En die kwam dan uit Bangladesh. En toen bleek dat daar dus wel weer gegevens waren. Dus, dus ik denk dat het een soort snoep is. Hoe vind je dan die gegevens? Niet. Oh. Het is heel lastig, want dat meisje waar ik het over heb, die weet het wel zeker. En ik weet ook zeker dat het echt zo is. Maar omdat ze zo ongelooflijk hebben gefraudeerd en de boel hebben veranderd... heb je gewoon geen poot om op te staan om te zeggen, kijk, het is wel zo. Dat maakt het zo lastig. Je hebt geen bewijs, hè? Dat is net als met helaas tegenwoordig als je als vrouw, zeg maar, niet zo netjes behandeld door een man. Als je daar niet ter plekke even een leuk beeldje van hebt gemaakt en geen bewijs is, is het gewoon nooit gebeurd. En zo doen ze dat ook. Ja, heftig. Want hoe zit het dan als adoptieouder ook? Want je moet naar het land van herkomst om daar de papieren te regelen. Dus je weet wel dat daar dan het kind is. Maar je weet natuurlijk niet of dat kind daar daadwerkelijk ook echt vandaan komt. Of hoe zit dat? Dat weet je misschien. Nee, dat weet niemand. Ik weet alleen de verhalen dat je echt zeker weet dat het goed fout was. Namelijk, dat was trouwens onlangs op tv, hè? Ik weet niet of je dat gezien hebt. Dat was
Er zou een tweeling uit Sri Lanka zijn geadopteerd. Mm-hmm. En het blijkt achteraf dat dat meisje, van dat echte tweeling, heel ziek was en niet mocht reizen. Mm-hmm. En toen is de ouders gezegd, ah nee, kom wel goed. En toen werd er alsnog een meisje erbij geregeld. En zijn een jongetje en dat meisje als tweeling alsnog meegereisd naar Nederland. Dus dat meisje is op de papieren van dat zieke meisje naar Nederland gekomen. Mm-hmm. En dat meisje is dus, die is ook nu in het nieuws. En die zegt ook van, ja maar waar kom ik dan vandaan? Mm-hmm. En die zit eigenlijk met datzelfde probleem mm-hmm. van, ja, ik ben dus ergens vandaan getoverd. Mm-hmm. En ik ben onder de vlag van heel iemand anders het land binnengekomen. Mm-hmm. Dus dat is zo lastig. En het enige wat je is DNA. Ja. Via en DNA. En helaas is dat wel onze krachtigste wapen. Ja. Want die DNA bewijst wel dat alle matches die nu zijn gemaakt. Hè, mm-hmm. Dus alle moeders en kinderen die nu herenigd zijn. Mm-hmm. Kan je niet omheen. DNA zegt moeder, kind. Ja. En dat is eigenlijk onze enige kracht. Is dat de vaders en moeders die we wel kunnen vinden. Mm-hmm. Eigenlijk het bewijs zijn. Van de leugens. En niet andersom. En dat maakt het zo lastig. Ja. Dus we moeten echt eerst iemand vinden. Dan kunnen we bewijzen. En dan kunnen we pas verder. Nou, het is natuurlijk een speld en een hooiberg. Het lijkt me echt vreselijk. Als je echt gewoon niet meer weet wie je bent. En waar je vandaan komt. En dat je echt gewoon echt een beetje lost. Hè, voelt het dan voor velen. Ja, je kan ook los zijn als je gewoon wel weet waar je vandaan komt. Maar dan ben je dubbel op lost. Ik heb ze wel meegemaakt. Maar ja, ik weet het niet. Je gaat ermee om zoals het op je afkomt. En de een die gaat er op de ene manier mee om. En de ander op de andere. Kijk maar naar als iemand overlijdt. Iedereen verwerkt op zijn eigen manier. Ja. En dat werkt ook gewoon voor ons. Ja. We zijn geen koeien die alles op één manier doen. Nee, natuurlijk. We zijn niet. Allemaal met een eigen verhaal en met ons eigen gevoel. Ja, en de een heeft daar ook minder last van dan de ander. Ligt ook maar net aan wie en wat voor jeugd je ook weer hebt doorgemaakt, denk ik ook. Het valt me wel op dat als je echt ouders, adoptieouders hebt gehad die jou echt in al jouw keuzes gewoon echt fantastisch steunen. Of nou zoektocht is of dat jij nou iets nieuws wil beginnen. Ja. Dat het voor hun gelukkig, dat ze er wel iets mooier doorheen gaan. Ja. Maar dat is eigenlijk alles. De edges worden wat minder. Ja. En dat is ook meer eigenlijk niet, merk ik. En voor de rest, het is net zo emotioneel. Ja, natuurlijk, absoluut. Het blijft even emotioneel. En het is ook fijn als je inderdaad dan toch nog die hereniging hebt. En toch nog hebt ervaren, oké, dat was mijn moeder. Hoe is het als je nog, vragen hebt, dat je ze kan stellen. En als je daar dan eerlijk antwoord op krijgt, dan verzacht dat ook de boel. En ook gewoon herkenbaarheid, hè. Ja. Goh, van wie heb ik mijn neus, van wie heb ik mijn oren. Ja. Heb ik van die gekke dingen die ja. En ik heb wel gezien dat bij moeders en kinderen die zijn herenigd. Ja. Ik had het nooit gedacht dat het waar was, maar het is echt waar. Die maniertjes neem je over, zelfs als je ook nooit met elkaar bent opgegroeid. Wat interessant. Dus hè? Te zeggen van er is geen band of die band is kapot, of dat is gewoon niet waar. We zijn gewoon echt kopietjes van onze ouders en dat is waar we gewoon graag naar terug willen. Ja. En dat is ook, vind ik, waar we in de toekomst op moeten richten. Dus gewoon kinderen lekker op een plek houden waar ze zijn geboren. En ze daar helpen. En niet meer met onze westerse gedachtegoed denken dat wij hoe dan ook beter zijn dan een ander. Omdat de ander arm is en jij niet. Want dat vind ik gewoon echt niet kunnen. Nee, inderdaad. Dat is gewoon een hebzucht op een manier waarvan ik begrijp dat dat veroordeeld is. Ja, snap ik heel goed. En wat zou je dan nu kunnen doen, hè? Want om die hele kinderhandel, zeg maar, te stoppen. Sowieso met die adopties. Gewoon altijd in eigen land houden, hè? Dat vind ik sowieso. Ja, je moet je kind niet uit het land halen. Want je geeft veel meer mee dan een genenpakket. Ja. Dat is echt zoveel meer. Je moet gewoon niet een kind uit zijn omgeving halen. Of uit zijn dorp. Of uit zijn stad. Gewoon niet. Gewoon liever niet. Oké, heel goed om dat ook te weten. Want er zijn toch mensen die met vragen zitten. Die denken, ja, maar hoe gaat het dan? Hoe doen we dat dan? Ja, dus ik vind dat gewoon een hele goeie. Dus kinderen niet vanuit een geboorteland halen. Sowieso niet. En sowieso moet dat hele toestand met kinderhandel natuurlijk gewoon stoppen. Maar ja, als er wezen toch echt letterlijk echt wezen zijn, dan in eigen land houden. Ja. Ja, zijn er nog meer dingen dat je denkt van, nou, zo kunnen we dat aanpakken? Of
Hè? Of ben je bezig met... Ik vind dat ze sowieso die hele adopties even moeten stopzetten en achter hun oren moeten krabben wat wel de juiste regels zijn. Want zoals het nu loopt is het blijkbaar nog steeds zwaar fraudeleus. Want jij kan gewoon naar Cambodja of naar een of ander land gaan, naar een internaat of naar zo'n weeshuis. Maar jij weet niet of die ouders er wel of niet zijn. Je ziet dat kindje, je wordt verliefd op het kindje, maar je weet nog steeds niet of de ouders misschien nog verderop in het dorpje rondlopen. En dat zijn wel echt van die dingen dat ik zeg, daar moeten adoptieouders echt zeer toekomstig en zeer bewust van zijn. Zorg dat je de ouders kent, zorg dat je weet wie de familie is, zorg dat je een band hebt, dat als die kinderen later contact willen, dat je dat ook kan bieden. En dat ze vragen kunnen stellen en dat je daar ook antwoord op hebt. Ik vind van wel. Ik vind dat super belangrijk en ik vind het echt schande dat dat ook binnen Nederland zo het gedoofpot is eigenlijk. Want ook de afstandsmoeders hier in Nederland hebben hetzelfde verhaal hoor. Dus het is echt precies hetzelfde. En dat is, mijn hart bloedt daarvan. Ik denk, dat is eigenlijk de grootste misdaad die de mens kan aandoen, is moeder en kind scheiden. Het meest heilige beeld wat we kennen is moeder en Maria. Moeder Maria met een kindje. Waarin de band en alles zo 100% volledig is. En dat maak je stuk. Wie ben jij om dat stuk te maken? Kijk, en dan word ik boos, je hoort het ook. Mijn stem schiet uit. Meteen. Kijk, als vind je het gek? Kijk, ik moet één ding toch geven, hè. Ouders die hun kinderen echt mishandelen en zo. Laten we even duidelijk zijn, die mogen van mij echt gewoon een schop onder de reet krijgen. En die verdienen het niet om kinderen op te voeden. En zo. Die zitten er helaas tussen. Mensen zijn er helemaal beschadigd. En willen dat nog wel eens helaas doorprojecteren. Maar ik heb het niet over die doelgroep. Over die doelgroep ben ik duidelijk. Dan moet je gewoon echt dikke streep erin. Maar al die anderen. Ja, dat kan echt niet. Die worden over dezelfde kam geschoren als die doelgroep waarvan ik zeg terecht. Dus als ik zeg van ja, die vader die, dat is echt wel echt een klote, dat is echt misbruik en dit en dat. Dus de andere vader die toevallig een keer een tik heb gegeven, wordt dan over dezelfde kam geschoren als die. En dan zeg ik ho. Dat gaan we niet doen. Dus dat is het eigenlijk een beetje. Fantastisch hoe je het zegt, in ieder geval precies zoals het zit. Wat is jouw missie, hè? Je wilt veel doen, hè, voor de kinderen die dezelfde problemen hebben ervaren als jij. En adoptiekinderen en dat soort dingen. Wat heb je nodig of wat zou je willen? Of hoe kunnen we dit voor jou verzorgen dat de goede kant op gaat? Hè? Wat wil je daarin doen? Nou, wat ik vooral wil bereiken is erkenning. Erkenning dat het om stelen gaat en niet om liefdadigheid. Het liefst zelfs een standbeeld of zo. En de andere stap is natuurlijk dat je die kinderen terug in hun kracht wil krijgen. Dat ze hun zelfvertrouwen terugvinden. En aan de bestolen ouders, die moeten ook weer terug in hun kracht komen. Want die zijn zo vernederd en naar beneden getrapt. En ik vind dat daar echt wel wat voor moet komen. Maar dat is voor mij nog een beetje vaag. Ik ga eerst ook even een tijdje weg. En dan waarschijnlijk heb ik daarna wel een idee. Maar ik vind echt dat we die kinderen echt tegemoet moeten komen. Kinderen die van gescheiden ouders, adoptie, noem maar op. Dat ze in hun kracht blijven staan en begrijpen dat ze ertoe doen. En niet dat ze zoals ik op mijn 17e het gevoel hebben dat ze voor galg en rat opgroeien. En nooit meer aan de bak kunnen komen en nooit meer gelukkig kunnen worden. Want dat is eigenlijk wat ik het grootste schande vind. Dus psychische mishandeling. Ja, daar komt het eigenlijk. Je zegt het eigenlijk correct. Psychische mishandeling. Ja. En daar ben ik echt, daar wil ik echt meer mee doen. Heel veel meer. We gaan het gewoon goed doen en we komen er wel. En ik ben nog een beetje wat verward in de rouw en zo, maar we gaan deze bezem door de kinderhandel halen, want dat moet absoluut stoppen. Ja, en ook dat je eigen kinderen weer terugkrijgt, dat is ook heel belangrijk. Ik begrijp dat mijn kinderen een van de velen zijn, dus ik hoop gewoon dat die kinderen na vandaag de laatste zijn die gestolen zijn. Dat moet stoppen. En daarna moet er herenigd worden. En daar moet moeite voor gedaan worden dat die kinderen ook weer herenigd worden. En ook dat er gewoon goede begeleiding bij zit op een oprechte manier. Hè? Dat het weer verenigd wordt op een rechte manier. In plaats van de kinderen gewoon zo hup uit huis te sleuren. En vooral gebaseerd op leugens, jongens. Ja, want heimwee is, vind ik, geen agressie. Ik bedoel, ik ken allemaal de film Heidi.
En Heidi die deed ook een beetje gek. En de enige oplossing die de dokters en iedereen had was terug naar de ouders. Mm-hmm. Of in dit geval opa, terug naar de bergen. Ja. Nou, en dat geldt, dat is echt wat ik voor alle kinderen wens die wel terug willen naar de ouders. En voor de ouders die hun kinderen heel graag terug willen. Is dat ze maar net als Heidi allemaal weer alsjeblieft terugkomen. Want ook daarin was gewoon heel duidelijk dat dat echt werd afgekeurd. En mogen we gewoon niet goedkeuren. En dan moeten we met z'n allen tot op de dag van vandaag tegen zijn. Ja, maar het is toch sowieso te zot voor woorden, mensen, dat als je eigen kind die uit huis geplaatst is zo graag terug wil naar vader of moeder, dat ze dat niet toelaten, dan ben je toch niet goed bij je hoofd. Wat is dit voor wereld? Hè, als dat kind nou denkt van nou, ik ben blij, ik word daar niet meer mishandeld, ik ben blij dat ik ergens anders ben, dat is goed. Dan vind ik het een goede zaak. Maar als je kind echt diep, diep leed ondervaart, hè, heimwee is doodsoorzaak nummer 1. En eenzaamheid, dan ben je toch eigenlijk gewoon een monster als je dat kind niet verenigen wilt met zijn eigen ouders. Wat is dit? Als die ouders, of adoptieouders, of wat voor verzorger het dan ook is, dat kind niet wil, ja, dan kan dat kind daar natuurlijk niet zoveel mee. Dat is anders. Dan is het een heel ander verhaal. Maar als beide verenigd willen worden en dit probleem willen oplossen, al is er geen probleem, maar wel een probleem, dan vind ik gewoon dat daar hele goede begeleiding bij moet zijn. En dat het kind verenigd hoort te worden met die vader of moeder of met beide. Ja, vraag maar aan mijn dochter. Mijn dochter is 9 jaar. Het enige wat ze wil is terug naar mama. Ik ben 42 jaar bijna. Het enige wat ik wil is mijn dochter in mijn armen. En het enige wat we niet krijgen is elkaar in de armen, want het zou te emotioneel worden en te labiel. En daarom mogen we elkaar maar helemaal niet meer zien. Mijn hart is daar inderdaad kapot van. Wat beschadig je mensen? Wat is dit voor wereld, jongens? Dat moet toch gewoon. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ik hoor dit heel vaak. Heel veel cliënten, ook zelfs een Nederlandse vrouw, gewoon in het ziekenhuis, zelfs hier in Hoofddorp. Kind gewoon net bevallen. Mama net bevallen. Ja. En nog geen week later stond jeugdzorg op haar stoep. Net bevallen, 1 week erna. Ja. En werd het kind uit huis geplaatst. Het kind was nog geen week oud. En op grond van wat? Op niks. Een huilbaand ziekenhuis naar de bevalling of zo hooguit zeker. Nou, ze had inderdaad, het was haar eerste kindje. Heeft er lang over gedaan om zwanger te worden. En ze hield het kindje niet goed vast. Ze was nog onwennig. Ze vond het een beetje nieuw inderdaad. Precies wat je dagelijks doet. Ja, hou het kindje goed vast. Dus ze was wat onzeker over of ze het wel goed deed. En de zuster... Ja, mij meteen ongeschikt verklaard. Ja, inderdaad. Dat had ik ook in het ziekenhuis toen met de jongste. Mijn oudste stond al onder OTS, maar dat komt omdat de vader niet zo heel aardig was en uiteindelijk een heel ander verhaal. Maar toen kwam ik in het ziekenhuis, ik had een huilbui en we wilden de volgende dag naar weg. Nee, u blijft hier, want we hebben geen toestemming van uw gezinsvoogd. Ik zei, geen toestemming van mijn gezinsvoogd. Er is helemaal niks aan de hand. Ja, maar uw kindje staat nu onder de beschermtafel. Ik zeg, wat nou op de beschermtafel? Zo, waar heb je het over? Ja, u mag pas hier het ziekenhuis uit als uw gezinsvoogd akkoord is, want anders... halen we uw kindje weg. En toen hebben ik en toen mijn vriend, toen nog goed stel, hebben gewoon 24/7 over mijn kind gewaakt. Van, je gaat niet mijn kind bij me weghalen. En toen, maandagochtend, en ik had geloof ik in die tijd wel echt een fantastische gezinsvoogd, mag ik even zeggen. Er zijn ook gelukkig hele goede gezinsvoogden. Ja. En deze die belde me 8:55 op. Raya, wat hoor ik nou? Potverdorie, als we 5 minuten eerder waren geweest, was je vrijdag op thuis. Het spijt me zo. Ik vind het zo erg dat je dit moest meemaken. Dus er zijn wel gezinsvoogden met een hart. Maar het zijn ook de medewerkers in het ziekenhuis die ook niet zo aardig zijn. Want wat is er eigenlijk mis met een emotionele huilbui? Ja, niks. Het is maar die zuster... met hormonen, je bent net bevallen. Ik bedoel... Maar zo'n zuster trekt er wel meteen even een jeugdzorg bij. Ja, en je kan je kind niet eens meer zien. Ja, die staan in, die werken samen. Dat kan niet anders. Die hebben een deal met elkaar afgesloten. Dat kan niet, dat zijn handlers. Je krijgt er bijna inderdaad het gevoel bij dat er opzet in het spel is op zo'n gebied. En zeker als je het vergelijkt met hoe het in Sri Lanka en Bangladesh aan toe gaat, moet ik eerlijk toegeven dat die uitbuikplaatsingen, zoals dat heet, is, zodra ik in het geboorte zit, eigenlijk precies hetzelfde zijn. Ik bedoel, we kennen ook de verhalen van de baby farms in Bangladesh. En het zijn juist de ziekenhuizen die er het meest aan meewerken of aan verdienen. Ik weet niet wat het is.
Maar ja, dus dat je dit verhaal vertelt, het verbaast me niet eens meer. Dat is nog het ergste. Ja, ze zien natuurlijk, hè, is het misschien een... Hoe is de geschiedenis van die vrouw? Hè? Heeft ze misschien inderdaad al iets met psychologie of iets te maken gehad? En dan denk je, ze staat er alleen voor. Misschien geen vader of heeft geen familie. En dan kunnen ze dat bij flikken. Nou ja, het zijn eigenlijk vaak hele nette getrouwde vrouwen die het blijkbaar wel allemaal goed hebben voor elkaar. En die eigenlijk een beetje mensen veroordelen die het niet zo goed voor elkaar hebben. Dus als jij niet twee ouders en een 2,2 kind in je huis hebt, dan kan dat gewoon niet lukken. En dan moet je wel verdrietig en depressief en ongeschikt zijn of zo. Ja. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik wil niet van het slechtste uitgaan. Maar ja, onwetendheid maakt wel de grootste fout. Absoluut. Dus ja, als jij als zuster denkt van, wat erg. En je schrikt daarvan en je maakt daar bijvoorbeeld een bepaalde melding van. Misschien weten die zusters niet eens hoe de jeugdzorg er daarna mee aan de haal gaat. Ik durf het niet te zeggen, maar dat het gebeurt. Ja, maar ze heeft rechtszaken gehad. Dat is niet normaal. Heb ze het kind weer gelukkig. Nou, hoeveel hele tijd terug? Nou, woont heel thuis ook nog steeds niet. Nou, ik... Nee, dus. Het is lang geleden dat ik er heb gesproken, maar er zijn meerdere gevallen die ik spreek hoor. Maar in dit geval, zij heeft het toen volgens mij wel weer teruggekregen, werd onder toezicht gesteld. Dus eerst als baby werd het uit huis geplaatst, werd onder toezicht gesteld. Nou, heel gedoe, dan ben je net bevallen hè mensen. Dan ben je juist op je zwakst hè, ze pakken je op je zwakst, dat is wat me niet bevalt. En ze had nog helemaal geen kinderen daarvoor, hè? Dus het is ook heel makkelijk om te zeggen van, kijk, ze kan het niet. Maar ja, onervaren mag niet betekenen ongeschikt. Dat is een heel groot verschil. Ja, maar hoe kun je nou ervaren zijn als je nooit eerder een kind hebt gehad? Ik bedoel, dat is de fysieke wereld. Dus toen heb ze het gelukkig wel een aantal jaar teruggekregen. Was er iets voorgevallen, omdat het natuurlijk zeg ik dat bij de zorgverzekering? Alles natuurlijk geschreven staat. Alles in haar dossier stond natuurlijk al geschreven wat er in het verleden is. Nou, er was iets gebeurd, ik weet niet meer. Het kind had volgens mij in zijn broek gepoept op school of zo. Als je kind onzinnelijk is, dan ben je en, ook meteen... En toen werd het weer aan het huis geplaatst. Aleida had een keer op school in de broek geplast. Nou. Dus ja, weet je, het is een hele, hele rare wereld. Het moet echt ophouden. Dus lieve mensen, als er iemand is die hetzelfde ervaart, hetzelfde voelt, of iemand kent, of hier graag iets in wil steunen, of hier ook in mee wil werken, dat die kinderhandel gaat stoppen, neem alsjeblieft contact op met Raya. En ik heb haar contactgegevens hier beneden in de beschrijving staan. En dan, hoe groter het team, hoe meer kracht om dit aan te pakken. Dat er niet meer gefraudeerd wordt in dit soort zaken. En dat we heel veel kinderen kunnen gaan redden en helpen. Dat we ze echt kunnen redden en helpen. Die echt verweest zijn. En dat we echt de ouders kunnen helpen die hier en daar een klein probleem hebben met de kinderen. Zonder ze er meteen af te pakken. Ja, inderdaad. Want zo hoort het te gaan. Ja, en dat er goede begeleiding gaat komen. Ja. Ja, op een liefdevolle manier. Ja, allemaal slachtoffers van slachtoffers. Ja. Oh, ja. Nou, helemaal mee eens. Fijn. Nou, hartelijk dank. Bedankt dat je dit met mij wilt delen en met de rest van de wereld. En dat je je verhaal wilt doen. Ja, weet je, ik wil je heel graag helpen met alles. Ik ben jou ook zeer dankbaar. Ik vind het toch heel fijn om op deze manier toch ook een keer mijn verhaal te kunnen doen. Niet vanuit mezelf, maar echt gewoon in een interview. Het is niet nu mijn mening, maar ik zit nu naast iemand die daar in ieder geval niet zo negatief tegen. Dat is heel fijn. Hè? Ik vond het heel fijn om in dit gesprek met jou aan te mogen gaan. Heel bijzonder, bijzonder tijdstip ook, bijzonder moment. Je had geen beter moment kunnen uitzoeken, denk ik. En laten we hopen dat de kinderhandel stopt. Want dat is eigenlijk gewoon mijn allergrootste doel. Ja. Nou, ben je nog geen abonnee op mijn kanaal? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Vergeet ook de notificatiemail niet, zodat je geen enkele video meer mist van mij. En we houden van jullie. En tot de volgende keer. Doei! Doeg!